Mariam Abdoulaye Tolloba, we zijn hier vandaag in Anderlecht. Jullie hadden een grote wedstrijd vandaag tegen Lillestrøm, SK. Waren jullie nerveus vooraf? Nee, we waren niet nerveus, maar we hadden er wel echt zin in. En we wisten op voorhand al dat dat een moeilijkere ploeg zou zijn. Maar dat we allemaal gewoon gingen vechten voor elkaar en ervoor gaan. En dat hebben we vandaag denk ik toch wel gedaan. Ja. Eerste helft was evenwichtig, het bleef 0-0. Tweede helft, jullie komen achter, het wordt 1-1, 2-1. Jij komt ook in het veld en je scoort ook, hè? Een belangrijke goal, de derde. Ja, inderdaad, het was zeker een belangrijke goal. Maar kijk, dat was een mooie pas van Tine. Ook al had ze wel zware benen, je kunt die pas nog geven. Daaraan zie je mentaal echt sterk. En ja, die bal gewoon je lichaam zetten en binnen tikken. Ja. Het is nieuw voor jou hier allemaal bij Anderlecht, want jij komt van het Gent. Je hebt daar bekers gewonnen en zo. Hoe voelt het hier? Ik voel me echt goed hier, want het is ook makkelijk om een overstap te zetten als je iedereen van de ploeg kent. En ik voel me hier ook echt thuis. Het gaat echt heel goed hier op Anderlecht. Ja. En Anderlecht, jullie zijn dicht bij de kwalificatie. Dinsdag volgt nog de match tegen Linfield. Hoe zie je dat? Knokken voor elkaar weer, lijkt hetzelfde. Als we spelen like vandaag, moeten we zeker winnen daar. Allee, hier thuis. Ja, en dan voor het eerst in die grote Champions League gaan spelen? Ja, inderdaad. Ik ben er zeker van dat we daar zullen mee kunnen. Oké, ik dank je, proficiat. Dank je wel.